Waarom laat hij de zorg in de steek? Als er nou toch één groep is die echt heeft uitgekeken en heel lang heeft moeten wachten voor er een nieuwe coalitie is, dan is het wel de zorg. En heel veel mensen in Nederland zagen dat al, maar door corona ziet echt iedereen. Er moet extra geïnvesteerd worden in de zorg. En wat doet dit kabinet? Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. De komende jaren zal er heel veel extra geld naar de gezondheidszorg gaan. Sterker nog, in de direct aankomende jaren investeren we extra in de zorg, bijvoorbeeld in wat dan in het jargon heet de pandemische paraatheid. Zijn we in staat ook in de toekomst om te gaan met ernstige gezondheidszorgcrises? Op de nog langere termijn hebben wij met elkaar onder ogen te zien dat de zorguitgaven zo snel blijven stijgen, dat als we daar niets aan doen, uiteindelijk die uitgaven als een koekoeksjong andere uitgaven uit het nest duwen. Op het gebied van onderwijs, op het gebied van veiligheid, andere belangrijke zaken die de overheid moet organiseren. We gaan niet op die langere termijn bezuinigen. We gaan niet de uitgaven voor de zorg verlagen. Wat we wel gaan doen, is die stijging van die verdere kosten in de zorg afremmen. Dat is noodzakelijk. Maar het is gewoon niet de waarheid. En daar moet de heer Rutte eerlijk over zijn. De waarheid is dat er ook komende periode, dus op de korte termijn, keihard wordt bezuinigd op de zorg. Op de verpleeghuiszorg. Opnieuw. Er is ooit afgesproken dat er een fatsoenlijke personele bezetting is op een verpleeghuisafdeling. Dat gaat eraan. 100 miljoen eraf, 200 miljoen eraf, het jaar daarna, 350 miljoen eraf daarna. Zogeheten budgetafspraken. Nou, dat betekent gewoon bezuinigen. 70 miljoen eraf in de ouderenzorg, 135 miljoen eraf in de ouderenzorg, in de gehandicaptenzorg, in de geestelijke gezondheidszorg. Precies hetzelfde. Voorzitter, de komende jaren, dat kunt u zien in het akkoord, trekt de aantredende coalitie extra geld uit voor de zorg. Bovenop de sowieso al plaatsvindende kostenstijging in die zorg. Op de langere termijn moeten we met elkaar zien hoe we die zorgkosten onder controle houden. Niet door te bezuinigen, maar door de verdere stijging af te remmen.